er weer heel veel aan de hand. Er gebeurde van alles op de boot. Ineens gleed de Sint uit over een pepernoot. Hoe heet jij? Brit. Brit? En wie nog meer? Max. Max. Hallo, en ik sta hier op de boot van Sinterklaas, die helemaal vol staat met zwarte pieten. Maar jullie staan er ook tussen. Heb je iets speciaals gedaan waardoor je mee mag op de boot met de pieten? Ja. En wat heb je dan gedaan? Prijs gewonnen. Een prijs gewonnen? Wat leuk. Weet jij wat voor prijs dat was? Een Barbie kleren. Wat zeg je? Barbie kleren. Heb je Barbie kleren ook gekregen? Heb je die al van Sinterklaas gekregen? Ja. Ik heb wel een tekening voor Sinterklaas gemaakt. Een tekening voor Sinterklaas? Maar vorig jaar hebben jullie een tekening gemaakt? Ja, allebei. Allebei. En die was zo mooi dat jullie daarom mee mochten met de boot vandaag. Ja. Nou, heel veel plezier. Geniet er lekker van. Het is wel heel speciaal. Ja. En de rijst zonder water op het vuur gezet. De rijst die is toen aangebrand. En de Sint die riep, wat is hier aan de hand? We zitten op de boot bij Sinterklaas. We zijn onderweg naar de intocht in Baarn, waar wij zo meteen om 1 uur aangekomen op de kade. Naast mij zit Sinterklaas. Goedemiddag. Dat is heel duidelijk, hè, dat ik Sinterklaas ben. Ja, dat zegt u goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Ik maak het uitstekend. Ja, het was vroeger op vanochtend natuurlijk. Ja, u bent nu druk bezig om de intocht te doen. Ja. Hoe voelt u zich daar nu bij? Is het dan extra spannend, extra speciaal weer? Nou, het is altijd spannend, want ik moet natuurlijk afwachten of alle pieten wel in Baarn staan. Want het grootste gedeelte zit aan boord hier, maar er zijn er ook vooruit gegaan naar Baarn. En ja, het paard moet natuurlijk klaarstaan, want anders moet ik het gaan lopen. En dat vind ik een beetje lang, zo'n tocht. Ja. Ik begreep dat er ook een probleem was met pepernoten. Of dat er iets mee aan de hand was en dat het zou kunnen zijn dat kinderen geld in hun schoen krijgen. Dat is met name begin deze week gebeurd. Maar ja, zoals ik al zeg, er zijn heel veel problemen. En die kunnen in een jaar ontstaan. Die zijn opgelost. Oh, gelukkig. Problemen zijn er om opgelost te worden natuurlijk. En daar heeft ook een hele leuke en slimme pieten voor mee, heb ik al gezien. Ja, ja en de beste kracht is natuurlijk mijn hoofdpiet. Ja, mijn steun en toeverlaat, zeggen we dan. Het staat ook te glimmen, hè, hoofdpiet? Ja, is toch geweldig. Het wordt een mooie dag vandaag. Ik hoorde iets over een verliefd pietje, dat daar iets mee aan de hand is. Ja, maar die verliefde pietjes heb ik elk jaar. En er zijn natuurlijk heel veel leuke meisjes in Baarn. Dus ik verwacht dat er vanmiddag nog meer pieten zijn die verliefd worden. Deze hoofdpiet kijkt ook een beetje verliefd, maar hoe zit dat dan? Ik ben super verliefd. Maar meer gaat u er niet over zeggen, hoofdpiet? Nee. Mijn man zit in Spanje. Ah, dus een paar weken van huis om in Nederland leuke dingen te doen en de man zit in Spanje. Ja. Oké. Nou, dan eigenlijk één laatste vraag. Wat de kinderen altijd willen weten, mogen ze nu vanavond hun schoen zetten? Nou, dat mochten ze natuurlijk al de hele week, maar ik heb me wel eens laten vertellen dat er een heleboel kinderen wachten totdat ik echt in Baarn ben. Omdat ze denken dat ze anders niets krijgen. Maar ik zal vanmiddag, als ik bij de burgemeester op het bordes sta, nog een keer herhalen dat die schoen gezet mag worden. Maar ik zeg er wel altijd bij, vraag het eerst even aan je ouders. Ik ben Sinterklaas. Wat een kinderen aan de overkant. Goeiedag. Drukker is vorig jaar. Ja, dat is behoorlijk druk. Yeah.
Hebben. Denk je ook niet? Zingen de jukebox? Ja, ja, het is hier super gezellig altijd. Sinterklaas Kapoentje, dat kennen jullie wel natuurlijk. Sinterklaas Kapoentje. En hoe doet u dat van tevoren? Want we beginnen niet zomaar natuurlijk. Oh, we wachten op de gitaar. Oh. De Spaanse gitaar, daar komen ze. Met z'n allen, lekker hard hè? Sinterklaas kapoentje, hoor dat in mijn schoentje, hoor dat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje.
Sinterklaasje, hè? Lijkt me logisch. Dat ging best wel soepel, vond ik van Sint ook. Paardje klimmen. Dag Sinterklaasje. Ja, dan gaan we met z'n allen en zwaaien. Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Thank you.
zakje van. 1, 2, 3, 4, zak van Zwarte Piet. Noten gooien met plezier, Zwarte Pietje met zijn stier. 1, 2, 3, 4, joehoe! Een pop met vlechten in het haar, een snoezig jurkje kant en klaar. Twee kaatsen ballen in een net, een letter van banket. Dit is Job, goed op veel. En zijn voeten staan niet stil. Hij is hip, hij is cool. Kom nu maar uit je luie stoel en doe de Pieter shake. Doe het links, doe het rechts en zit erbij. Doe de Pieter shake. Doe de Pieter shake. Hij is blij van maandag tot vrijdag. Is Piet heel druk, pakt alles in.
zitten. Ja, oh, Paardenpiet staat ernaast. Ja, dat is ontzettend goed. Wat gaan we doen? Als de Pietjes dan aan het eind van het liedje Sinterklaas en de Polonaise meenemen, dan zijn we helemaal blij. Ja, zie? Ja, ben je klaar voor? Oké. Gisteren Pieter hebben pauze, ja? Ze zetten alle schoenen aan de kant. Dan komen we lekker zelf bouwen een feestje. We zingen en we springen. Sinterklaas, wij vieren feest, een witte polonaise met heel veel cadeautjes en patat en mayonaise. Dat wordt een knalfeest, dat wordt een dolle boel. En wij vieren feest, zijn welkom hier in Baren met zingers en met toeters en vele, vele jaren. Dat wordt een knalfeest, dat wordt een dolle boel. Amerika stapt even achteruit. Sinterklaas uit wachtend op de maat mee. Zingen we nu samen lekker luid. Wij vieren feestje, welke polonaise. Met heel veel cadeautjes en patat met mayonaise. Dat wordt een knalfeest, dat wordt een dolle boel. Wij vieren feest, sint welkom hier in Baren. Dat wordt een dolle boel. Ja, goed zo, Sinterklaas. Iedereen in Baren is aan het feesten. Sinterklaas, wat fijn dat u er bent. Zwarte Pieten willen nog wat dansen. De Pieten Polonaise, die iedereen wel kent. Wij vieren feest, de Pieten Polonaise. Met heel veel cadeautjes en patat met mayonaise. Dat wordt een knalfeest. Zo, burgemeester, we vroegen elkaar al van hoe we het dit jaar beleefd hadden, maar dat is goed gegaan. Ja, bij mij wel, bij u ook. Ja, ja, u heeft de krant gehaald volgend jaar. Ja, ja dat is heel onverwacht. Heeft u dit jaar ook iets in petto? Nou, niet iets bijzonders. Oh, niet iets. Nou ja, we wachten het al. Misschien toch nog wel iets. Het is heerlijk om weer in Baren te zijn. En u begrijpt, als er zoveel kinderen naar hier zijn gekomen, dat mij dat heel goed doet. Ik begrijp dat helemaal. En het is, gelukkig is het droog. Het was even spannend of dat zo zou blijven. En ik denk dat het heel mooi is, want daarom, als u kijkt hier in de laatste hoe druk het is waar u langs moet komen. Het is enorm druk. En ik denk op het water, bij het water, bij Emden zelf. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Maar ja, iedereen is natuurlijk ook ontzettend blij dat u op het land bent. Al die kindjes die zitten met spanning te wachten. Ik heb heel wat handen geschud. En als u naar mijn handschoenen kijkt, ziet u dat. Dat heeft wel een wasje nodig. Nou, ja, zien jullie dit? Dat is van al die handen schudden. Zulke smerige handschoenen. Maar goed, dat kan ook groot worden, toch? Misschien moeten die kinderen een handen maar zo voordat ze de handen schudden. Dat is een idee, niet voor je dat. Ja. Nee. Nou, ik ben eigenlijk, jullie hebben de hele middag in de jukebox gehoord. Waar heeft u de kinderen ook soms mee? Ja, ja, ja. En zouden ze dat nu nog een keer doen? Ja, dat gaan we zingen vanmiddag. Een nieuw lied. Ik had het niet durven vragen, burgemeester. Ja, ik heb net ook geoefend, Sinterklaas. Ik heb hier een apparaatje. Oh, daar moet ik mee. Ik moet daar toe. Ik heb wel mede toeteraar. Oh, kijk. Wij toeteren met z'n tweeën. Oh, kijk dan. Oh, dat is uw rol vanmiddag. Ja, ja. Een muzikale rol. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Gewoon. Dan gaan we de pietenshake doen. Dus alle pieten lekker shaken en iedereen mag meezingen. Die mogen overeind komen en lekker meeshaken.
school. Kom nu maar uit je laaie stoel en doe de Pieter Shake. Doe het links, doe het rechts met Sint erbij. Doe de Pieter Shake. Doe de Pieter Shake. Wees blij, want maandag tot vrijdag is Piet heel druk. Pakt alles in, maar zaterdagavond pak jij cadeautjes uit. Doe de Pieter Shake. Zegt dat er geen cadeaus aan boord waren van de stoomboot. We hebben dat deze week allemaal goed voor elkaar kunnen krijgen, Piet. Jazeker, we hebben alles voor elkaar. En er zijn heel veel cadeaus ook in de richting van Barend gebracht. En dit is er één van. Dus dat belooft een hele hoop. Deze is voor de burgemeester. Omdat u één, mijn ontvangst goed hebt laten voorbereiden. En ik kan daar nu aan toevoegen, ook voor het toeteren. Nou, Sinterklaas, dank u wel. Als u niet. Ik zal er ongetwijfeld van genieten. Oké, dank u wel. Goed. Nou jongens, zoals jullie de hele middag al hebben beleefd, is de Sint weer in Baren. En ik heb met heel veel kinderen afgesproken dat ze ook vanavond al hun schoen zetten. Maar ik zeg er altijd bij, vraag het even aan je vader of je moeder of dat goed is. Ik wil nog één lied horen, als dat mogelijk is. Nou heeft u, nou ik zie daar wat, maar dat kennen de meesten waarschijnlijk niet. Nou, die ken ik wel. Oh, nou ja. Maar we bladeren het gewoon even door, Sint. Oh ja. Een heel boek. Nou, die. Ja, dat is die, dat, voor mij kent iedereen. Die kent iedereen. Waarschijnlijk. Hoor, die klopt daar, kinderen. Kennen jullie die? Kunnen jullie meezingen? We willen jullie wel horen natuurlijk, hè? Je is ook klaar. Hoor die klop daar, kinderen, hoor die klop daar, kinderen, hoor die klop daar, zachtjes steeds het waan. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, zal hem gauw eens vragen. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, ben je
trouwens nu nog een liedje doen. Maar wilt u dat ook? Ja, wij willen wel zingen hoor. Ja, vindt u het ook goed, burgemeester? Ja, ik zing gewoon lekker mee. Hoor. Ja, ik hoor het hoor. Horen jullie de burgemeester ook zingen? Nee! Ja, dat kan niet goed hè? Ja. Nou, wat gaan we nu doen? Nou, u mag het zeggen eigenlijk. Ik zie daar iets leuks. Pepernotensappa. Dat is hartstikke leuk. Kunnen we allemaal weer even lekker dansen? Tijd is om afscheid te nemen. Ik denk dat iedereen dat wel heel jammer vindt, maar ik kan dat wel begrijpen. Want u heeft nog een hele drukke avond voor de dag. Ja, ik ga nu uitrusten. Precies. En dan moet ik vanavond weer op pad natuurlijk. Want u ziet hoeveel schoenen dit wel niet zijn. Nou, en ik hoop wel dat iedereen maar één schoen zet. Want anders krijgt u het heel erg druk. Daar ga ik vanuit. Ja, ik ook. Ja. Nou, kinderen, tot ergens bij jullie op school of de sportvereniging of waar dan ook. In ieder geval voor nu wel thuis. En ik vergeet één ding. Er zijn in Baren op dit moment Russische kinderen te gast. En dan ben ik heel goed in Spaans en alle talen. Russisch is wat moeilijk. Maar als ik zeg Ruskie deti privatchinov, dan weten die kinderen wat ik bedoel. En dat is hetzelfde als welkom Russische kinderen. Ook jullie heel veel plezier zolang je hier in Baren te gast bent. Voor jullie allemaal wel thuis en tot ziens een volgende keer. Ja, en volgens mij zingen we dan nog één lied. Dag Sinterklaasje. Dag Sinterklaasje, ja. En dan gaan wij langzamerhand naar binnen zingen. Dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. En dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. En dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons. Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag. Jullie hebben gekeken naar de intocht van Sinterklaas. Hij is weer veilig aangekomen in Baarn. Hij zit nu even koffie te drinken met de burgemeester. Het is allemaal goed gekomen met de pakjes. Dus vanavond lekker allemaal je schoen zetten. En dan gaan we samen op naar 5 december.